60 jaar geleden trok wagenmaker Langehof de deur achter zich dicht. Het ambacht had zijn langste tijd gehad. Dit is een draaibank. Je deed mijn opa de draven maken en de gaten erin in vrezen en alles met dit ding allemaal zo. En hij draaide. Op alle afstand kon ze die gaten erin maken zo. Als je binnen rondkijkt, heeft de tijd er stilgestaan. Net alsof de wagenmaker na een dag werken alles heeft achtergelaten om de andere dag weer verder te gaan. Alles werkt dan ook nog. Dit is een vlakte verdikte bank. Daar werd alles vlak mee gemaakt en op dikte gemaakt. Het hout. Opa Langehof start het bedrijf in 1917. Nu, bijna 100 jaar later, wil de stichting Wagenmakerij Langehof de werkplaats in Oudeluister herstellen. Heel veel mensen hoor je toch in Wierden zeggen van er is al zoveel voort uit Wierden. Er is al zoveel verdwenen en er is ook een van de weinige panden nog die in Wierden zijn. Dus het zou heel mooi zijn dat je dit dus zou kunnen behouden. Maar dat kost geld. Inmiddels is er voldoende binnen om het dak te vernieuwen. Ja, als dan van de winter eens een keer een nare bui komt en alles zou hier nat regen en kapot regenen, dat zou alleen maar jammer zijn, omdat we van plan zijn om deze machines toch straks te laten showen. Dus we zijn er nu zuinig op. Maar daarmee zijn ze er nog niet in Wierden, met een nieuw dak. Er is nog zo'n 80.000 euro extra nodig. Maar dat verdient dit project dubbel en dwars, zeggen ze. Nou, dit is mijn opa, de wagenmaker. En daar staan een paar knechten op. Wagenmakers heb je niet zoveel meer. Eén nog in Ambt Delden, maar er staan niet de machines zoals ze hier nog staan. Wel een hele mooie wagenmakerij. Maar verder zijn er in ons land niet zo heel veel plekken waar je dit ambacht kunt bekijken. In het Openluchtmuseum Arnhem heeft een hele mooie collectie. Maar ja, zoals hier een wagenmakerij is op zich heel uniek. De stichting hoopt dat zich op korte termijn geldschieters melden, zodat de oude wagenmakerij weer open kan. Er ligt namelijk nog een klusje te wachten. Mijn vader heeft nog wel een keer een wiel gemaakt en die staat volgens mij naar boven op zolder. Daar is hij niet meer klaargekomen. Dus, en die mensen zijn ook nooit weer gekomen om dat wiel op te halen. Dus. Misschien kunt u hem al afmaken. Ja, misschien wel, ja.